Dan is het nu tijd voor de broodnodige, nou ja, bijna inspiratie voor de ziel. En dat wordt gegeven door, je zou het niet denken dat als ik dan nu zeg wie je bent, dan denkt iedereen, nou, ben benieuwd. Maar hij is hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus, collega van Tine de Moor. Hij is adviseur, of hij is adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, de WRR. Heeft fantastische rapporten geschreven. Ik bedoel, als u een keer wetenschap echt wil begrijpen en ook het belang daarvan, dan moet je WRR-rapporten lezen, is mijn absolute overtuiging. En ik zie dat je ook voorzitter bent van de Rijkscommissie Sociaal Minimum. Dames en heren, geef hem een ongelooflijk welkom hier op het podium. Godfried Engbersen. Ja, dankjewel en dankjewel voor deze hele vlijende introductie. Je moet het allemaal maar niet zo serieus nemen, eerlijk gezegd. Maar het is in de eerste plaats heel veel dank voor de uitnodiging. Het is echt een grote eer en ook een plezier om iets te zeggen over het thema. Ik ben ook heel erg blij met de foto achter mij. Dat is een jonge versie van mij van 15 jaar terug. Dus dat is al eerste teleurstelling waarschijnlijk. Maar men heeft mij gevraagd om iets... Ja, dat heb je, hè? Want op internet heb je heel veel jeugdige foto's. Maar gelukkig heeft men deze gekozen. Iets te vertellen over het begrip laag vertrouwen samenleving. En dat komt voort uit een onderzoek wat ik gedaan heb met een grote onderzoeksgroep naar de maatschappelijke effecten van de coronapandemie. Dus vergeeft u mij dat ik een zekere lange aanloop neem om toch iets te zeggen over dat onderzoek. Het stond in het teken van de coronapandemie, maar aan het einde, dan beloof ik u, kom ik terecht bij de burgercollectieven en de enorme, denk ik, betekenis ervan. En met name als het gaat om het slechten van de kloof tussen burger en overheid. En ook weer in zekere zin het terugwinnen van vertrouwen. Nou, in het kader van dat onderzoek, je kunt dat terugvinden op onze website, zijn een groot aantal rapporten verschenen. En een van de laatste ging over de laag vertrouwen samenleving. Daar kom ik zo over te spreken. Maar we hadden een aantal inspiratiebronnen. Daar wil ik toch iets over zeggen. Toen we begonnen met die studie, toen zagen wij, toen het ging over die coronapandemie, dan zag je allemaal virologen aan het woord, en epidemiologen en allerlei medische specialisten. Maar de stem van de maatschappijwetenschappen, die was heel erg zwak. Terwijl we natuurlijk direct in de gaten hadden dat die coronapandemie ook forse maatschappelijke implicaties kende. En ik ga straks iets over zeggen, over ongelijkheid, over de verbinding tussen mensen. Het zette toch ook wel aan tot maatschappelijke verandering. En wij dachten, het is heel erg belangrijk om daar onderzoek naar te doen. En toen wij begonnen met dat onderzoek, hadden wij vier inspiratiebronnen. En ik zie allemaal jonge mensen, maar ook al wat, net zoals ik, wat grijze mensen. Een van de allerbelangrijkste inspiratiebronnen was het onderzoek De Februari-ramp, sociologie van de samenleving in nood. En je zou kunnen zeggen, de echte, met name in de moderne tijd, een serieuze natuurramp in Nederland was de watersnoodramp van 1953. En het interessante is dat daar een heel groot, ik ben socioloog van huis uit, een heel groot sociologisch onderzoek naar werd verricht. En daar kunnen we ongelooflijk veel van leren. En ik vond uiteindelijk dat boek in de antiquariaat. En ik vond ook een hele geestige inleiding, en die wil ik u niet onthouden. En dat wordt geschreven door professor Groenman uit Groningen, beroemde socioloog. En overigens, aan die studie lagen 7 rapporten ten grondslag van allerlei jonge maatschappijwetenschappers die na de rand, ik zal je namen niet vertellen, allemaal beroemd zijn geworden in de Nederlandse academie. Zowel mannen als vrouwen. Maar die Groenman die schreef het volgende. Ik dacht, is dat nou van mij, op mij van toepassing? Die zei, men heeft mij in de afgelopen dagen meermalen gevraagd, Nederland was overstroomd, met name dus delen van Zeeland. Of niet de socioloog een belangrijke taak heeft in het overstroomde deel van ons land. Ik heb die vraag tweeledig beantwoord en wel zo. Deze eerste weken, misschien maanden, is de socioloog op non-actief. De socioloog heeft tijd, rust nodig. Hij is niet de man van de onmiddellijke daad, de improvisaties, maar van de rustige afweging. Hij kan zich nuttig maken op allerlei wijzen, maar als socioloog is hij een ornament. De socioloog is eerst nutteloos en waardeloos. Zo, daar kan je het mee doen, dacht ik. En hij zei het eigenlijk op een veel hardere manier dan premier Rutte, die op een gegeven moment zei, naar aanleiding van rellen in Den Haag,
Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Dit is gewoon idioot gedrag waar ik geen verklaringen voor ga zoeken. Het hoort gewoon te stoppen. Ja, daar kan je het mee doen. Toch, als je die studie las, waren er heel veel interessante inzichten. Over de ramp als nationale zaak. In de eerste dagen na de ramp voelde heel Nederland zich één. Maar die eenheid gaat afbrokkelen. Hetzelfde zag je bij de coronapandemie. Over het wegvallen en opbouwen van vormen van communicatie. Belangrijke nieuws van het nieuws via de radio toen. Om onjuiste geruchten te weerspreken. We hebben nu de sociale media. Over verscherping van tegenstellingen. De ramp legde allerlei zwakke plekken in de samenleving bloot. Ik heb de helaas de tijd om daar niet over in te gaan. En over de introductie van innovaties. Dat noemden we de katalysatorfunctie. En na de ramp werd het Deltaplan ingevoerd. Het interessante, het Deltaplan bestond al, maar men dacht dat het niet nodig was. En daarna werd het pas ingevoerd na de ramp. En daarnaast werd in het kader van daarnaast werd ook gezegd dat we nieuwe vormen van samenlevingsopbouw nodig hadden. Modern maatschappelijk werk en buurthuizen, community organizing, burgercollectieven, die zouden weer belangrijk zijn. Nou, de tweede studie die voor ons belangrijk was Heatwave van een socioloog uit Amerika, 1995. Enorme hittegolf in Amerika, Chicago. Hij vergelijkt twee wijken. In één wijk stierven ontzettend veel arme mensen en de andere wijk niet. Waarom kwam dat? Omdat er allerlei intermediaire organisaties waren. Hechte verenigingen en hecht gemeenschapsleven. Heel belangrijk. Derde inspiratiebron, dat kan ik ook niet onthouden, was een uitspraak van de beroemde psychiater Damian Denies. En hij zei, je kunt niet zeggen dat het virus oneerlijk is, omdat het gemiddeld genomen vrouwen en kinderen spaart. Het volgt in zekere zin dezelfde logica als waarmee reddingsboten werden toegekend op de Titanic. Maar die metafoor, die beeldspraak, is heel erg ongelukkig. We weten immers dat van de derde klasse vrouwelijke passagiers 45% omkwam. Van de tweede klasse 16% en van de eerste klasse 0,7%. Er was een duidelijke relatie tussen je maatschappelijke positie en je overlevingskansen. Nou, en tenslotte een roman. Ik hoor net dat hij naar Kroatië gaat. Ik kom net uit Sicilië. Dit is de beroemdste roman van Sicilië. De tijgerkat, Il Gatto Pardo. En die heeft een heel beroemd aforisme. En dat luidt als volgt. Als alles moet blijven zoals het is, dient alles te veranderen. Die zegt eigenlijk verandert er niks. Maar we zagen, met name in het begin van de coronapandemie, allerlei zieners en profeten die toch de komst aankondigen van een eerlijkere en een groenere en een betere en een meer rechtvaardige wereld. Nou, en dat zijn vier bronnen van inspiratie. En ze zeggen, oh nee, het laatste bron was misschien, dus naast deze studies, ik heb net al iets gezegd over communicatie, de rol van sociale media. In mijn vakgebied, de sociologie, is heel beroemd Max Weber. En die heeft gezegd, het magisch denken, het religieus denken is verdwenen. Dat noemde hij de onttovering van de samenleving. Maar dat magisch denken met ook allerlei complottheorieën nam sterk toe. En de Wereldgezondheidsorganisatie sprak over een infodemie. Heel veel relevante informatie op het internet, maar ook des- en misinformatie. Nou, dat is een discussiepunt op zichzelf. En wat ik wil zeggen is eigenlijk wat je zag, en dat is het maatschappijwetenschap perspectief, is dat corona dingen liet zien over ongelijkheid. De een werd meer geraakt dan de ander. Het had gevolgen voor de relaties tussen mensen. Het riep ook de vraag op naar vragen van verandering. Dat is na de watersnoodramp. En ook over rationaliteit. Het zijn ook vier thema's heel erg belangrijk voor burgercollectief. Ik zou zeggen, ze zijn heel erg belangrijk voor sociale cohesie. Ze zijn heel erg belangrijk voor maatschappelijke verandering. Ze zijn vaak een rationelere vorm van organisatie. Puntje 1 ga ik straks aan het einde ter discussie stellen. Omdat burgercollectief, als je kijkt wie doen dat nu, dan is dat niet de doorsnee van de samenleving. Wat we hebben gezien toen met die coronapandemie, flexwerkers, mensen in ZZP'ers werden vaak meer getroffen. Alleenstaande ouders werden sterker getroffen. Nederlanders met een migratieachtergrond en lage inkomensgroepen werden sterker getroffen.
jongeren vooral het mentaal welzijn. En je zag, het werd de gevolgen waren oneerlijk verdeeld. Belangrijk, en dat vind ik een punt wat ik ook straks wil aanstippen, is ook de ruimtelijke ongelijkheid. Ik heb zelf heel veel onderzoek gedaan in de arme wijken van Nederland. Met name in Rotterdam, maar ook in Den Haag, Amsterdam, ook een reeks van andere steden. En we zagen dat in de, dat heette vroeger de Vogelaarwijk, het heet nu stedelijke ontwikkelingsgebieden. Eindhoven kent ook een stedelijk ontwikkelingsgebied. Dat daar mensen meer onzeker waren over baan en inkomen. Dat mensen daar vaker de huisartsen mijden. Ook minder bereid zijn zich te laten vaccineren. Daar ga ik het ook niet over hebben of dat goed of slecht is. Mensen ervaren meer overlast. Een groter wantrouwen hebben. En veel meer mensen waren ontevreden over het gevoerde beleid. Nou, je ziet toch, die maatschappelijke impact is anders. We zagen ook, het is echt een ballonbegrip uit mijn vakgebied, de sociale cohesie. Het is eigenlijk de bindingskracht tussen mensen en ook tussen organisaties, tussen systemen. Zagen we dat burgers met sterke sociale netwerken, ik denk dat iedereen die hier zit de beschikking heeft over een sterk sociaal netwerk, dat hun vertrouwen, maar ook hun mentaal welbevinden veel groter is bij mensen met een heel arm of gering sociaal netwerk. En tenslotte, en wat belangrijk is, we zagen een afname van burgers, het vertrouwen in publieke instituties. Dat is het onderwerp eigenlijk van vandaag. En ik laat één tabel zien. Ik heb gisteren, want we hebben een langlopend onderzoek, net het laatste nieuws binnengekregen. Ik dacht, ik vertrouw die cijfers niet. Het laat zien, toen we begonnen met het onderzoek, het begin van de pandemie, noemden we rally around the flag. Net als bij de watersnoodramp schaart iedereen zich achter de politieke leiders. Zien we, als we kijken naar de landelijke overheid, dat was toen bijna, dat was 69%. En de laatste cijfers laten zien dat het vertrouwen in de landelijke overheid naar iets meer dan 20% is. Ik ga nog kijken naar die cijfers, want ik vind het wel heel erg laag. We zien ook een afname van vertrouwen in de lokale overheid, minder ernstig. En als het ging om twee publieke gezondheidsinstellingen, zien we dat het op een gegeven moment zich een beetje stabiliseerde. Maar wat wel toch een ongelooflijk belangrijk vraagstuk is, en daarom ben ik ook blij dat het vandaag is geadresseerd, is die verhouding tussen overheid en burger. Die enorme afname van vertrouwen. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Je kan het niet alleen maar wijten aan de coronapandemie. Er zijn natuurlijk ook een reeks van affaires hebben plaatsgevonden van Groningen, van de toeslagen. We hebben ook een energiecrisis gehad. Maar je ziet wel, ja, er is iets aan de hand tussen die relatie tussen burger en overheid. En als het om die laag vertrouwen samenleving gaat, dat begrip, ik moet hier wel dus verklappen dat ik enorm ben bekritiseerd. Vooral door met de politicologen. Door dat begrip te introduceren. En de mensen die in Europa werkzaam zijn, die denken natuurlijk, dat is een beetje flauwekul. Ik ken wel landen waar echt, die echt laag vertrouwen samenlevingen zijn. Maar zijn ook twee dimensies altijd belangrijk als het gaat om vertrouwen. Dat is de verticale dimensie, namelijk hoe burgers aankijken tegen belangrijke instellingen, instituties. De democratie, het parlement, regering, maar ook rechterlijke macht, het bankwezen, politie, justitie. En wat we in Nederland zien in allerlei vergelijkend onderzoek, dat Nederland nog steeds hoog scoort. Maar de relatie tussen burger en politiek en overheid is wel heel erg drastisch gedaald. Maar op andere dimensies, moet ik zeggen, is het nog relatief hoog. Een tweede dimensie die ook met name van belang is voor burgercollectieven. Of eigenlijk cruciaal is voor burgercollectieven, is de relatie tussen burgers onderling. Trust. Nou, ik zag in mijn onderzoek op een gegeven moment dat dat ook naar beneden ging. Een groter wantrouwen, met name in die oudere stadswijken of die armere stadswijken waar ik onderzoek deed. En dat mensen elkaar niet meer vertrouwen, gingen allemaal ruzie maken over corona of je al of niet moest vaccineren. Je zag ook huiselijk geweld toenemen op een gegeven moment. Maar ook daarvoor moet je zeggen, het laatste nieuws is dat het onderling vertrouwen van Nederlandse burgers nog altijd relatief hoog is. En dat is ook één verklaring, denk ik, waarom burgercollectieven niet als paddenstoelen uit de grond
vliegen. Want je ziet, om samen iets te doen, moet je elkaar ook vreemden kunnen vertrouwen. Niettemin, het begrip laag vertrouwenssamenleving zou ik dus met name reserveren voor de verhouding tussen burger en politiek en tussen burger en overheden. Daar is gewoon iets mis aan het gaan. Misschien nog als een element wat toch wel indruk op mij maakte was, we zagen dat de sociale media, als het gaat om de relaties ook tussen burgers onderling, ook toch wel een steeds belangrijke rol is gaan spelen. En we zagen dat, hebben gevraagd van, waar haal je nou je informatie vandaan? Is dat vooral van de sociale media of meer traditionele media, et cetera? We zagen dat de mensen die vooral hun informatie haalden van de sociale media, een geringer institutioneel vertrouwen hebben. Simpelweg gezegd, die wantrouwen meer de overheden, lokaal, nationaal en GGD en RIVM in die dagen. Nou, dit is een hele duidelijke relatie. En je ziet het in Nederland, maar je zag het ook in de stad als Rotterdam. We zagen ook dat het heeft een relatie met vaccinatie. Die mensen die sociale media als belangrijkste informatiebron hadden, hadden de neiging zich minder te vaccineren. Maar dat is natuurlijk het punt van de infodemie. En ik laat even in het midden of het nou goed of slecht is. Maar je ziet wel, en ook uit kwalitatief onderzoek, want we hebben dus gesprekken met burgers, zie je toch ook die spanningen bestaan. Alright. Wat we ook hebben gezien, als het gaat, dit is meer vragen rond sociale ongelijkheid en cohesie. We zagen ook dat COVID-19 als contrastvloeistof heeft gewerkt. Dat eigenlijk de problemen die zichtbaar waren al lang bestonden. En net als de diagnose over de zwakheid van de dijk al lang bestond, hadden we al honderden rapporten gelezen over flexwerkers, van de wetenschappelijke raad onder andere, sociaal-economische gezondheidsverschillen, kansenongelijkheid, problemen in kwetsbare wijken. COVID heeft ze simpelweg meer zichtbaar gemaakt. Dat is één. Dus eigenlijk niks nieuws onder de zon. Dat is il gatto pardo. Dat je eigenlijk ziet dat er weinig verandering opgetreden. Maar er zijn toch ook een aantal dingen fundamenteel veranderd. En ik ben blij dat u nou in grote getale hier bent en niet achter een beeldscherm zit. Hybride werk is duidelijk toegenomen. Online hulpverlening is duidelijk toegenomen. Er zijn ook een aantal dingen daadwerkelijk veranderd. Maar nu kom ik op de pièce de résistance van mijn betoog en ook de link naar vandaag. Dus naast al dat gecijfer, gebaseerd op allerlei meetmomenten in de tijd, hebben we ook gekeken van, en met name op het terrein van het sociale domein, en met name in arme wijken, denk ik met Jet Bussemaker, hoogleraar uit Den Haag, wat is daar gebeurd? En toen zagen wij dat er allerlei pogingen gedaan werden door allerlei professionals om mensen te bereiken, om die kloof tussen burger en overheid te dichten. En we zagen dat huisartsen zeiden, nou, wij kunnen het wel. In Rotterdam had je een beroemde huisarts die naar de Afrikaanderwijk ging, naar de markt, en daar met mensen in gesprek probeerde te gaan. Niet per se te zeggen, je moet je vaccineren, maar een gesprek aan te gaan. En we zagen dat religieuze organisaties, protestantse kerken, katholieke kerken, islamitische organisaties in staat waren om burgers te bereiken en het gesprek met hen aan te en ook hen te helpen. We zagen dat vertegenwoordigers van migrantenorganisaties wel begrijpelijke informatie kunnen geven die mensen kunnen begrijpen. We zagen dat zorgprofessionals in de eerste lijn ook wisten hoe kan je nou mensen bereiken. We zagen allerlei burgerinitiatieven in Rotterdam. Dus een collega van de Erasmus Universiteit heeft er onderzoek naar gedaan op het gebied van de zorg, op het gebied van voedsel, op het gebied van cultuur. Allerlei vormen van burgerinitiatieven om mensen in die kwetsbare wijken een handje te helpen. Haar constatering was alleen dat ze soms wat, om het een zeker duurzaam karakter te hebben, ze op een gegeven moment ook een steuntje in de rug nodig hadden van de lokale overheid. Nou, daar gaan we straks over praten. En de vraag is hoe? Hoe kan je nou burgerinitiatieven, burgercollectieven, hoe kunnen nou overheden, nationaal, lokaal, toch daar in zekere zin zonder ze dood te maken? Want we zagen op het Stadhuis van Rotterdam dat men daar die burgercollectieven en burgerinitiatieven niet kende. En de burgercollectieven en initiatieven wisten niet waar ze moesten aankloppen voor een zekere ondersteuning.
Dit is denk ik belangrijk. En dat, wat we eigenlijk gezien hebben, als je dus nadenkt over de kloof tussen overheid en burgers, dan zagen wij, en dat is eigenlijk de brede strekking voor een verhaal, dan zagen wij dat zelforganisaties heel erg belangrijk waren, religieuze organisaties, burgerinitiatieven waren heel erg belangrijk, vrijwilligersorganisaties. Nou, en dat zou je moeten versterken. En we hebben een kaalslag gehad in de afgelopen decennia in dat sociale domein. Dus er is bezuinigd op bibliotheken, op buurtcentra, of in de zorg, op wijkprofessionals. En we zien nu dat de pendule terugswingt, dat er nou weer in geïnvesteerd wordt. Dat iedereen onderkent het belang van die intermediaire, het heet een duur woord, intermediaire organisaties tussen burger en overheid. En de burgercollectieven waar we vandaag over spreken, die zijn per uitstek daar een voorbeeld van. En de crux is naar mijn overtuiging, wil je de kloof tussen burger en overheid dichten, dan zal je daarin moeten investeren. En ik noem dat zelf publiek kapitaal. Dus ik ben net aangekondigd als een wetenschapper die college mag geven, dus publiek kapitaal ga ik nou doen. Publiek kapitaal is van de beroemde socioloog Merton. Die zegt, naast het feit dat mensen sociaal kapitaal hebben, het netwerk en economisch kapitaal, het geld wat je in je portemonnee hebt en wat op de bank staat, en het cultureel kapitaal, je opleiding, is er ook iets publiek kapitaal. Dat is eigenlijk een soort infrastructuur die daar is en waar je gebruik van kan maken. Nou, en die infrastructuur dat bestaat niet uit één organisatie, het bestaat uit een veelheid van organisaties. En ik denk dat met name, als het gaat om vraagstukken rond pandemische paraatheid, ik ben ook lid van het maatschappelijk impactteam, van hoe kan je je voorbereiden, wat voor infrastructuur heb je nodig als er zoiets weer gebeurt. Maar ook wat voor infrastructuur heb je nodig voor de energietransitie. Wat voor infrastructuur heb je nodig zodat mensen een recht kunnen halen voor bestaanszekerheid. En daar heb je tussen burger en overheid heb je die intermediaire organisaties nodig. Ik denk dat daar dus heel veel in geïnvesteerd moet worden. En dat is mijn stelling eigenlijk. En dat zou ik. Ik heb gedacht, ik ga niet 3 kwartier praten. Ik wil ook nog wat. Dat vind ik namelijk leuk. Want ik zou zeggen van. Dus volgens mij zijn die coöperaties van groot belang voor het reduceren van vertrouwen, van het wantrouwen, op diverse beleidsvelden. Ik heb nu het punt uitgewerkt natuurlijk van de pandemische paraatheid. En dan denk je met name aan zorg. Maar ik denk op een heel veel andere terreinen zijn ze van groot belang. Ik weet dat hij er straks over gaat praten. Hoe zou je dat beter kunnen faciliteren? Zonder ze dood te knijpen. En het heeft natuurlijk iets paradoxaals. Aan de ene kant zeggen natuurlijk burgerinitiatieven gaan het zelf doen. Maar je hebt toch ook een overheid nodig die dat faciliteert. Misschien zelfs mede financiert een beetje. Regelgeving die adequaat is. Waar praten we dan over? Zijn er goede voorbeelden? En ook, ik vind ook, je moet natuurlijk nadenken over de schaduwzijde. En we weten dat burgerinitiatieven, collectieven, dat die exclusief zijn. Niet iedereen doet mee. Dat het vaak om een relatief kleine groep gaat. Dat de mensen die zeg maar zorgcoöperaties tot stand brengen, of in de sfeer van de energie, dat het middengroepen en hoger vaak zijn. En hoe kan je ook die mensen in die kwetsbare wijken, waar ik net over heb gesproken, hoe kan je ook die bereiken? Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om straks effectief beleid te voeren als het gaat om reductie van armoede, als het gaat om de energietransitie en een reeks van andere vraagstukken. Nou, dat zou ik nog eens aan u willen voorleggen. Ik dank u wel voor de aandacht. Heel goed. Maar licht voor de verwarring, de deel zou 45 minuten in totaal, maar dat was jouw lezing, plus nog de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het publiek. Ja, dus je doet het hartstikke goed. Ja. Stond in ieder geval in mijn rapport, waarschijnlijk ook in die van jou. Zelfs mijn studenten trekken dat niet, 45 minuten. Nou, dat is heel raar. Dat is ontzettend. Ja. Ontzettend, je bent ontzettend leuk. Ja. Anyway. We gaan nu naar deze studenten van de dag. Ja, precies. En je roept eigenlijk op van, wat vinden jullie hiervan? Hè? Want jij stelt hier iets. Dus volgens mij is het interessant om te horen wat jullie vinden van deze stelling. Hè? Ga, kijk naar je schaduwzijde. Weet dat je een rol speelt in dat publiek kapitaal. Hè? In het organiseren van publiek kapitaal. En kijk naar die relatie overheid-burger-collectieven.
Wie wil iets zeggen, praten, vragen? Eerst maar eens vragen ter verduidelijking. Dingen waarvan je zegt, ik moet het echt weten. Ja. Hallo, mijn naam is Denise Horsten. Ik heb een vraag. Ik zag net een plaatje met een aantal stakeholders of actoren in het spel. En ik zag niet alleen de overheid, maar ik zie nu vooral een oproep voor de overheid in samenwerking met de burger. Mis ik nog iets? Wat mist u dan? Bedrijf. Nou, bijvoorbeeld privaat. Ja, heel goed. Ja. Nee, ik staat ook semi-publiek en privaat. Dus er zijn natuurlijk ook bedrijfsleven, ondernemers, et cetera, horen erbij. Het komt een beetje omdat ik, zeg maar, vooral in het sociaal domein dit afkomstig is. Maar ik zou zeggen, dat is minstens ook zo belangrijk. Nee, gaat u staan, want we zijn op zoek naar de dialoog. Dus de vraag is even, waar u zegt, ook het bedrijfsleven zou in dit ecosysteem moeten staan. Dat denk ik wel. En ik denk ook door de nieuwe EU-wet en regelgeving die per 1 januari ingaat voor het bedrijfsleven, dat er heel veel kansen zijn. Maar waar denkt u precies aan? Nou, met name ESG-regelgeving. Dus daar zit de S in van sociaal. Dus daar zit de verbinding volgens mij. Maar die is nog heel minimaal. Maar wat niet is, kan nog komen. Een andere vraag welke rol, hè? Ja. Ik zou proberen een paar concrete voorbeelden. Waar denkt u aan? Helemaal nog niet. Het was meer dat ik dacht van, als ik kijk naar het verhaal, dan mis ik gewoon nog iets. Dat was meer mijn vraag. Nou, het is misschien aardig, hè, de begrip. Goed. Heel goed. Mag vraag stellen. Was ook de ronde van het vraag stellen. Dus dat is heel goed. Wat wou je zeggen, Godfried? Nou, dat begrip publiek kapitaal is van een Amerikaanse socioloog. En die stelt zichzelf de vraag. Hij is opgegroeid in Philadelphia in een arme slum. En wordt op een gegeven moment heel erg beroemde professor. En op een gegeven moment moet hij in Philadelphia weer een lezing geven. Hij stelt zich de vraag, waarom is het met mij goed afgelopen? En dan zegt hij, nou, omdat er publiek kapitaal was. Het eerste voorbeeld wat hij gaf, vlak in mijn buurt, was de Carnegie Library. Opgericht door ondernemers. He, dus private. Er was een schouwburg in Amerika, opgericht door ondernemers. En er was een café waar je heel goedkoop terecht kon. Dus hij zei, er zijn een aantal voorzieningen. In Nederland is dat vaak publiek. In Amerika is vaak privaat. Waar je gebruik van kan maken. En ik denk dat, je zag ook met de burgerinitiatieven, bijvoorbeeld de voedselinitiatieven, dat het vaker samenwerken was ook tussen supermarkten, restaurants en burgers. Nee, gisteren was ik in een bijeenkomst waarin werd gepraat over dat er een bibliotheek in een buurt verdwenen was. Waar zijn nu al die mensen? In de koffiecompanie komen ze nu samen. Dus er zijn ook private, zeg maar, soort van public soort places. Nou ja, maar dat de fundamentele vraag is, wat is nou, denk je, ook een goede publieke infrastructuur. We hebben een soort kaalslag gekregen. We hebben natuurlijk ook het idee van de participatiesamenleving. We hebben allemaal prachtige initiatieven ook gekregen. Maar wat is publiek en wat is privaat? En wat is een mengvorm? Ja. Dat is de vraag die voor ons is. Want ik denk dat het gat tussen burger en overheid wordt nu opgevuld. En hoe kunnen we dat beter opvullen? Dat is de vraag. Ja. Heel goed. Ik sta hier omdat deze mevrouw ook al had gesignald dat ze iets wat gaat. Wilt u staan? Judith van Geer van Klimaatplatform. Publiek kapitaal, dat vind ik een heel mooi woord. Maar eigenlijk kom ik dat in het financiële domein, wat ik niet goed ken. Hè. Ik kom het niet tegen. Ik begrijp niet zo goed waar dat een plek moet krijgen en hoe we daar ook echt een werkwoord van maken. Nou ja, je hebt natuurlijk allerlei over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn natuurlijk dingen, maar het zijn een beetje vaak, ik ga daar ook niet te veel grap over maken, dat is toch vaak window dressing. Niet altijd. Maar publiek kapitaal, wat ik wil zeggen, is dus is niet gebonden aan een groep, maar heeft te maken met een soort publieke infrastructuur. En dat kan fysiek, het kunnen buurtcentra zijn, het kunnen bibliotheken zijn, het zijn migrantenorganisaties, religieuze organisaties, het is dus deels publiek en deels privaat. Maar de mevrouw vraagt ook om het woord kapitaal moet misschien even uitgelegd worden. Want dat zit in het domein van het sociaal kapitaal, het cultureel kapitaal. En ik dacht misschien, en dat woord kijk, is een beetje gek. Het is helemaal terecht. Het begrip kapitaal, je hebt de human capital, gaat over de kennis van mensen. Het is een opleiding. En de beroemde socioloog Bourdieu heeft gezegd dat human capital en economisch kapitaal is niet het belangrijkste. We hebben ook andere vormen van kapitaal. Het was eigenlijk een debat met een hele beroemde andere maatschappijwetenschapper, Karl Marx. Die heeft ooit een boek geschreven, Das Kapital.
En Bourdieu zegt, het gaat niet alleen maar om geld. Het gaat ook over je netwerk, je connectiviteit met anderen en wat je daaruit kunt halen. En het gaat over je brains en ook over je culturele uitingsvormen. Ze zijn allemaal belangrijk, maar is groep en klasse gebonden. En wat Merton zegt, je hebt ook iets publieks. Nou, en dat hebben we natuurlijk, dat zien we in Eindhoven. Ik denk dat dit, de plek waar we hier staan, is een vorm van publiek kapitaal. En de vraag is, wat heb je nou nodig? En dit is meer door de gemeente gefinancierd. Maar daarnaast heb je ook allerlei publiek-private initiatieven, coöperatieven, die daar een rol in kunnen spelen. Mijn vraag is eigenlijk, want ik begrijp natuurlijk wat u zegt. Ja. Mijn vraag gaat over dat het een term is die uit het financiële verkeer komt. Wanneer gaan we het publiek kapitaal monetariseren? Of wanneer gaat het publiek kapitaal een plek krijgen in dat economische systeem? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Er is één iemand die het in ieder geval echt een hele goede vraag vindt. Top. Top. Ja. 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 Ik weet niet of je dat moet doen, maar goed, ja. Er zijn allemaal mensen die wat willen zeggen. Nu begint iedereen natuurlijk. Dus ik. We hebben nog 5 minuten, krijg ik net gesignaald, hè. Dus ik. Jullie moeten... Ja, u was als eerste, ik weet het. Nee, u was al voordat de hele ophef in de zaal nu ontstaat. Heerlijk. Achterin zit ook al iemand heel lang zo. Maar we hebben 5 minuten. Met andere woorden. Het moeten de allerbeste interventies zijn die je de afgelopen maanden hebt gedaan. Nou, komt-ie. Oké. Okay. Kort antwoord. Ik wil liever luisteren dat iedereen even aan het woord komt. Oké, is goed. Gaan we door. Ja. Ik ben Wilhelmine Hoetjes van Weerdenergie, van het kennisplatform van Weerdenergie. En ik wil heel graag dat ook de wetenschappelijke kennis, dat hoeft niet per se de instituties te zijn, liever niet eigenlijk, hè. Ik heb een beetje bezwaar tegen het RIVM en zo. Maar dat die kennis, echte kennis, dat die ook beschikbaar komt. En ik merk dat wij in... Aan iedereen, zowel de overheid als de burger, dat je een beetje schakel ertussen bent. Want ik merk dat wij vanuit Weerdenergie bij de gemeente veel meer invloed hebben met het kennisplatform, omdat wij als kennisplatform de initiatieven gaan uitvoeren. Goed zo, meer wetenschappelijke kennis beschikbaar. Ja, komt-ie. Daar ben ik ook voor. Ja, je mag niet reageren. Mijn naam is Jeroen Loeven, ik ben van Colloquie. En volgens mij hebben we het gewoon over vrijwillige energie van mensen die iets vrijwilligs doen. En mijn vraag eigenlijk, die ene vraag die aan u. Hoe hou je nou zelf als professional of als mens contact met de samenleving? Want dit gaat allemaal in business-to-business relaties. Ook de wetenschap, ook de private sector, ook de overheid. Hoe hou je contact met je eigen energie? Dank. Ja. Tine de Moor, Erasmus Universiteit. Dank je wel, collega, voor een heel mooi, inspirerend verhaal. Hier zitten heel veel ambtenaren in de zaal, van lokaal tot uit Den Haag. Ja, weet ik. Ja, ja, heel fijn dat jullie er zijn. En heel belangrijk misschien ook wel dat jij aan hen vertelt of zij die overheid zijn. Is die overheid, zijn dat politici, zijn dat ambtenaren? Hoe hebben jullie dat gemeten? Want ik denk dat die mensen zich nu heel erg in de steek laten voelen. Zitten zij bij die overheid? Ja. Nou, dat is ook een hypothese. Ga ik even toetsen. Wie is hier ambtenaar? Half. Oké. Okay. Wie voelt zich in de steek gelaten nu door de presentatie van Godfried? Nou, even een hypothese. Ja, heel goed. Hoeveel? Niemand. Niemand. Helemaal niemand. Nee, heel goed. Dat is nog nooit overkomen. Maar even, Godfried. Ja. Oh, ik val weg in het geluid, Godfried. Ja. Het ging over de overheid, hè? Politici. Volkomen terecht. Ik begrijp, de overheid is een veelkoppig monster. Of heeft vele gezichten. Ja, ik begin mezelf steeds meer in de nesten te werken. Ja. Nee, maar het is evident. En dat is natuurlijk ook het laatste bullet. Wij zien natuurlijk ook, met name op lokaal niveau, toch ook, ook allerlei vernieuwde initiatieven door functionarissen van de gemeente in de wijk om allerlei, om allerlei verbindingen te leggen. En dat zou een zekere duurzaamheid moeten krijgen. Ja, maar ook een punt. En daarnaast, de kunst is om de energie van bewoners, dat is de paradox. Aan de ene kant wil je ruimte geven aan die energie van bewoners om dingen zelf te regelen. Maar hoe kan je dat toch op een elegante manier stimuleren? Dat is de grote vraag. Punt. Ja? We gaan nog even 2 of 3 opmerkingen ophalen. Geen reactie meer.
Ja, mijn naam is Nicolette Lone. Ik ben van STG Lokaal. Wij zijn een steward-owned organisatie die het mogelijk willen maken dat in iedere gemeenschap een lokaal vliegwiel ontstaat. En zo'n lokaal vliegwiel is... Nee, dit is een heel grote presentatie. U moet een stelling. Pentahelix wil ik introduceren als term. 5 partijen, overheid, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de burgers samen met elkaar om dat financieel kapitaal te laten stromen. Ja. En burgers zijn nu onvoldoende georganiseerd, waardoor dat financieel kapitaal daar niet naartoe gaat. En dat moet gewoon stoppen. Het is niet volhoudbaar. Okay. Dat is een extra motivatie om deze dag te organiseren. Ik moet nu echt gaan racen. Hier waren nog heel mensen heel erg aan het... Ja, ga maar staan. Laatste twee. U had het over de slag... Of wat, sorry, ik moet het zo snel doen. Ja. Rustig, is oké. Okay. Mag gewoon, Martijntje. Ja. Nee, het is heel mooi dat uit het onderzoek, ook naar wat er gebeurde in de coronacrisis, kwam dat die collectieven juist, of die burger, die intermediairen zo belangrijk zijn. Maar ik wilde ook even vanuit sociologisch perspectief stellen dat ze ook getroffen werden natuurlijk door de maatregelen, omdat ze niet konden werken. Dus eigenlijk is het een toevallige uitkomst van het onderzoek dat ze toch zo belangrijk zijn. En het is dus de les voor de volgende watersnoodrampen, hittegolf enzovoort niet. Dus als het over een pandemiebestendige samenleving gaat, om juist die burgerinitiatieven inderdaad ook in dat opzicht heel sterk te maken. En dat zeg ik tegen u als lid van het MIT. Ja. Punt. Ja, helemaal mee eens. Ja. Laatste vraag of opmerking of uit uw kriedekeur hartkreet. Ja, één iemand die nog echt helemaal doet. En dan moeten we echt door, want we lopen echt uit de tijd. Ja, het is te warm hiervoor. Ik ben Thelma Boas en de laatste sheet wat opkwam sprak me aan en triggerde wat. Ja. En dat ging over de schaduwzijde van de coöperaties. Ik merk dat we zijn nu 1,5 jaar bezig met het opzetten van een wooncoöperatie. En we hebben een locatie in Amsterdam om te bouwen. Maar ik merk dat het lastig is om een netwerk op te bouwen. Of een netwerk te ontsluiten. Dus ik vroeg me af, zijn er tips voor ons? Hoe kunnen ze die schaduwzijde overkomen eigenlijk? Hè? Dat die disconnect soms tussen grotere groepen die je juist wil bereiken. Nou, het is heel moeilijk om daar een tip voor te... Kijk, daar heb je toch de lokale kennis voor nodig. Maar ik zou zeggen, het is toch de poging waard om te proberen om ook niet de usual suspects erbij te betrekken, maar ook andere groepen. Dat is toch proberen met elkaar in gesprek te gaan en proberen elkaar te vinden. En er zijn allerlei voorbeelden van... Laten we straks even verder praten. Dames en heren, Godfried Emmerzen. Dank u wel. Dank jou wel.